Gaat mijn bol ook goed, hè? Doe je dit elke dag? Ja. Nou, echt waar? Elke dag? Komkommer krijg ze wel bijna elke dag, ja. Niet elke dag, hoor. Kost het geld, al die beesten? Ja, 39 cent. Neem maar zoveel cavia's. Ja, joh. Maar die witte zijn wel mooi, hè? Je hebt dus die twee witte heb jij gefokt. Ik drink niet, ik film niet, ik gebruik niks. Dus ja, ik heb geen vrouw, geen kinderen. Moet me echt geld ergens aan uitgeven, toch? Mm-hmm. Ja. Hey, die twee witte heb jij zelf gefokt? Die ja, twee witte? Ja, die zijn voor schaapje ook, hè. Zo, zijn ze rijp op. Kijk hoe het met knotsen voetje is. Een opgezwollen voetje. Teentje iets te kort afgeknipt. Dat doet wel pijn. Ja, dat heeft pijn gedaan. Even kijken, een beetje. Kijk, dit pootje. Er zit wat poep. Stront, ja. Het is wel een stukje dunner geworden alweer. Ja, want dat lag eerst open, ze zat eraan te knabbelen. Ze hebben ze gezwollen, maar het is wel een beetje dikker nog. Het is wel een lange nagel, zeg. Die moet ik even knippen. Dat is wel een hele lange nagelpoepie. Yeah. Ja, doe maar. Je hebt nou goed licht ook. Ja, daarom. Mm-hmm. Rustig zitten. Waar zat die? Ja, dat is ook een hele lange. Nee, wel je voetje stil houden, anders knip ik daar ook weer in je teen. Zo, die ging goed. En die andere even. Hop. Het is een stom te kijken, joh. Ja, het is ook mevrouw Knots. Ik kijk echt naar de camera, moet je maar kijken. Ho, ho. Het is één bron bacterie, hoor, met je mond er tegenaan. Wel even was van je over je gezicht halen. Ja. Ja, één bron bacteriën. Buiten mijn neus, zie je dat? Het is een hele vieze beest. Niet waar. Ja, schoon is... Je laat ook niet een hond in je gezicht likken. Nee, maar een cavia maakt niet uit. Dat is lief. Schoon. Hm? Nou, dat. Zo'n schone beestje. Nou, ik zie het. Hm? Ik ruik het ook, ja. Ze moet inderdaad een beetje gewassen. Maar het is wel... Die twee witte heb jij dus gefokt. Ja. Al die kleintjes toch? Ja, maar die witte vind ik wel gaaf. Die heb ik echt speciaal gefokt, ja, want ik wil een witte met wol. En er kwamen ook twee witte met wol uit. En een, die heb de kleuren van de overgrootmoeder. Dus je zou een van die witte nog met... dat zou ik niet zo weten met de wie. Ja, met Juliette misschien. Maar, ja, maar die hebt te veel kleuren. Of met haar, kan ook nog. Ja, maar die is te donkerbruin, dan krijgen we die bruine. Ja. We willen witte. Ja, dat kwam uit haar toen ook een witte met een zwart koppie. Ja, maar echt... Ik heb liever dat er weer een teddy uitkomt, maar die komen maar niet. Ik heb maar twee teddy's. Dus jij een kakhoofd. Hm? En zelfs twee teddy's samen krijgen glad haartjes. Yeah. Nou, ik had ik wel twee of drie twee cavia's gezet. Zij hebt nu 8 kinderen gekregen al in deze. Maar waarom heb je boven niet 2 cavia's? Nee. Dat had ik wel gedaan. Zij is moeder van 8, hè? Nee. Ja, piep. Even kijken, ik heb jou in november al 3 jaar. Dus dat betekent dat jij al 3,5 bent nou, hè? Nee. Zo. Die hebben wij nog gehaald, of niet? Ja, in Rijswijk. Ja. Samen met Wijfie, deze. Oh ja, klopt, ja. Samen op de Brommer, hè? Op de Brommer en dan fietsen ze op de meer. Lievertje. Zo, dan ben ik kakhoofd. Oké, dan gaan we afsluiten. Ja, dat is al niet gedaan, hè? Ik zag hem staan, hoor, die drinkfles. Of ik zou hem staan voor konijnen, ja. Ja, dat is Herman's kooi. Ja, je zag hem staan op Soeplus. Ja. Ja. Ja, ik had hem eigenlijk. Oh nee, ik kon hem niet meenemen. Ja, jammer. Wat was er nou met één van die twee? Ja? Ja, dat was iets met. Het is donker, ik zie niks. Nee. Je hebt geen zakken. Ik zo naar het licht. Even, hoe zie je mij niet? Rustig. Ik heb een beetje.
Oh, ze is toch een beetje... Ja, moet even jou in de gaten houden, meisje. Wat is er dan? In oktober was ze ziekje, ze was heel mager. Ze was stil in een hoekje. Toen is ze weer aangesterkt, maar ik had een paar weken geleden ook dat ze een beetje mager was, maar ze is nu toch een beetje dikker gaan worden. Gelukkig. Wie is dat dan, hè? Dit is Anita Meijer nog steeds, vrouwtje van Punky. Oh, is nog steeds niet mol? Nee. Nee, joh. Die heb ik nou volgende maand... Je had er 13 en dan heb je er 16, hè? Ik heb er nu 16, ja. Ik had, ja. Het is eigenlijk een fokkerij. Je moet je nou inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Te gek, ja, zeg. Ja. Nee, maar die daar zit, die nou zwanger is, maar die hebben haar kleuren. En daar zit 6 generaties tussen. 6 generaties. Heb je in een maand tijd heb je al 7... In 2 jaar... In 2 jaar in een maand tijd. Nee, in 2 jaar tijd zijn er 6 generaties van deze. 6? 6. Ja. Een schaapje is een achterkleinkind en daar is dat weer een kind van. En die is nu zwanger, dus dat wordt de 7e gegaan sinds dat ik haar heb. Jezus. Ja. Dus de dochter van... Dat zijn Willy Wonka de kinderen, kleinkinderen. Hè, dit. Oh ja. Willy ja. Wonka de kleinkinderen. Ja, ze niet bij te houden, joh, die beesten. Nee, ze zijn nog erger dan kleine. Die fokken als cavia's. Ja, maar die witte zijn, die zijn Ja, die witte wel zijn leuk, ja. Die zijn leuk. Deze is ook lief. Dat is ook een teddy, deze. Uiteindelijk, dacht de langhaartje, maar het is toch een teddy. Ja, maar jij gaat je specialiseren in wit ook, heb ik gehoord. Ja. Ja, leuk. Nou, ik vind deze ook heel lief, hoor. Zo'n schatje. Ze zijn helemaal niet nerveus. Ze liggen wel lekker met zijn kindertje om haar arm. Ja. Mm-hmm. Heel lief. Mm-hmm. Ze kijkt een beetje angstig. Ziet eruit of... Ziet eruit als cavia. Nou ja, syndroom van Down, maar je geeft niet. Oh nee joh, heb ze niet. Nee, lijkt erop, maar goed. De Punky is groot geworden, hè? Ja? Ja, die zegt ook. Ik heb hem maar gezegd, zo dan. Maar die nestjes, heb je toch 2 weken geleden nog 2 nestjes gehad? Ja. Moet je die niet uit elkaar halen? Nee, nu nog niet, over 2 weken pas. Maar er is maar 1 mannetje. En waar ga je die dan weer laten? Er is maar 1 mannetje. Waar ga je die dan weer laten? Er is maar 1 mannetje. Waar ga je, hè? Er is maar 1 mannetje die, en die gaat... Ja, maar je hebt het vaker misgehad. Die gaat op marktplaats. Oh. Dan moet je kijken hoe goed het komt. En doe ze meer bij het licht, want het is te donker. Of je zet hem even neer. Dit is een echte punkert. Dat ik het goed kan zien. Een echte punkert, deze. Ik zie niet goed, wacht even hoor. De gecastreerde punkert. Hij heeft een rode voet. Ja, wat dan? Oh, nee. Nee. Nee, een liefje ben jij. Ik zie niet zo goed dat hij zo groot is. Maar Zo misschien? Zo. Ja. Het is groot geworden, die jongen, hè? Kijk dan, joh. Kijk. Grote baas. Oh, dan moet ik even een foto van maken. Wacht even.